Vandaag is dan de dag, zaterdag 20 januari, tijd voor High Rocks Maastricht. Ik heb er in 6 weken tijd alles aan gedaan om zo goed mogelijk vanaf de start te kunnen beginnen. Mijn doel is 1.35 te halen. Vorige tijd, mijn beste tijd was 1.47, dus dat is 12 minuten eraf. Maar om even een impressie te geven van hoe het er hier uitziet, High Rocks, kom mee. High Rocks. Je ziet dus de mensen rennen en dan in het midden worden alle krachtonderdelen gedaan. Dus ik sta er nu nog vrolijk bij. Ik ben benieuwd hoe ik er straks bij sta. Een stukje warming up en dan is het knallen over 25 minuten. Gas erop, let's go. Ook nog even tijd voor een scoopie. Dan kunnen we helemaal vol gas gaan. Time to rumble. Oké, we zijn nu dus bij het warming up gedeelte. Nu eigenlijk vooral zorgen om je hartslag even omhoog te krijgen. Spanning even een beetje uit het lichaam te laten komen. Vast een beetje dat wedstrijdsgevoel in je lijf te hebben. Wat ik de voorgaande edities niet heb gedaan, toen ben ik gewoon koud begonnen. Maar dan heb ik gemerkt dat je er gewoon niet lekker in zit wanneer je start. En nu ben je al bezig met die onderdelen. Dus dan heb je al een beetje die feeling dat je al bezig bent. Hier is dus zo dadelijk de start. 11:50 is mijn tijd. Ik ga nu nog even 500 meter skiën. Dan heb ik even een lekkere warming-up gehad. Is je lichaamstemperatuur een beetje omhoog, kan ik zo gaan vlammen. Let's go. Oké, aftellen is begonnen. Laatste 3 minuten. Mijn bek is al helemaal droog. Beetje van de spanning, dus dat is een goed teken. Zit er goed in. Daar gaan we. Six, see you at the other side.
1:37:25. Ik had gehoopt op 1:35, maar dat was wel echt een scherpe tijd geweest. Maar wel iets meer dan 10 minuten sneller dan november, hè? Dus dat is een hele korte tijd. 10 minuten verbeterd. 6 weken even goed gefocust bezig geweest met Hyrox. En dat kan een wereld van verschil zijn. Ook dankzij coach Anne natuurlijk, die me even heeft geholpen met haar kennis. Alle schema's die ik heb moeten afwerken. En dan zie je, even goed gefocust bezig zijn. 10 minuten er vanaf. Helemaal top. Op naar Rotterdam. Volgens mij is dat in mei. Gaan we keihard knallen. Let's go!